Hallo allemaal, hier volgt het filmpje van Decolonisatie, het hoofdstuk dat begint op pagina 77 en volgende in jullie leerwerkboek. Als na Wereldoorlog II de kolonies meegevochten hebben, willen zij plots ook op eigen benen staan. Tussen 1870 en 1914 kregen de Europese landen grote delen van Afrika en Azië in hun bereik. De reden waarom ze dus die kolonies wilden was vooral voor macht, politieke macht, anderzijds voor de grondstoffen en als afzetgebieden, ook om de mensen te christianiseren uit religieus oogpunt en uiteindelijk wilden ze de white man's burden toepassen, namelijk de witte mens zijn beschaving overbrengen op die van de mens in Afrika. En tot 1914, tot Wereldoorlog 1, blijft Europa dominant. De kolonies hebben geen eigen rechten, kunnen alleen maar meevechten en doen wat de kolonies, wat het moederland eigenlijk hun vraagt. Nu, door Wereldoorlog 1 komt er een einde aan de superioriteit van de Europeanen en kolonies vragen een compensatie voor het feit dat ze meegevochten hebben tijdens Wereldoorlog 1. Ook via het onderwijs worden nationalistische gevoelens bevorderd en overal ontwaken bewegingen die de Europese suprematie in vraag stellen. Nu, tussen de oorlogen slaagt Europa er nog in om die kolonies onder de knoet te houden, maar na Wereldoorlog II verandert de wereld volledig. De USSR en de Verenigde Staten van Amerika veroordelen kolonisatie. Zij willen daarmee in de gunst komen van die landen die eventueel aan de kolonie zouden ontsnappen. De Verenigde Naties veroordeelt het kolonialisme en Europa verliest zijn macht op wereldvlak. Deze dia laat iets meer weten over waarom de Verenigde Staten en de USSR hun kolonie of kolonisatie afzweren. De Verenigde Staten is zelf een oud-kolonie, wilde de wereldhandel controleren en ondertussen zijn de Verenigde Naties opgericht in 1948 met het handvest van de Verenigde Naties en de mensenrechten en zij beroepen zich op vrijheid, gelijkwaardigheid en zelfbeschikkingsrecht. De USSR die heeft als ideologie proletariaat moet allemaal en overal gelijk zijn tegen het kapitalisme en het imperialisme en zij proberen alle kolonies die vrij zouden komen onder hun invloedssfeer te laten komen. Nu, je krijgt hier een tekst van president Roosevelt waarin hij de decolonisatie veroordeelt. Lees deze tekst en probeer onderaan de vraag te beantwoorden, namelijk welke argumenten gebruikt Roosevelt om het kolonialisme te veroordelen. Ik hoop dat jullie erin slagen om de tekst te lezen en het antwoord te vinden. De volgende dia is een tekst van Khrushchev, de toenmalige Russische president, die ook zijn mening geeft over decolonisatie van de wereld. En ik vraag eigenlijk van wat is de visie van de Sovjet-Unie in die tekst? En was de Sovjet-Unie ook een anti-imperialistische natie? En kunnen we dat eventueel doortrekken naar de actua van nu? In de klas zullen we dit zeker bespreken. En tot slot de resolutie van de Verenigde Naties, waarin zij ook een aantal artikelen aanhalen waarin zij kolonialisme veroordelen. Nu, de decolonisatie wordt door een aantal landen veroordeeld, maar gebeurt ook niet overal ter wereld op hetzelfde moment. Er zijn twee grote fasen werkbaar. De eerste valt vooral midden jaren 40-50 in Azië te bespeuren. De tweede daarentegen van de jaren 50 tot midden jaren 60 in Afrika. En we zullen bij elk een voorbeeld bekijken. In jullie boek staat dit ook, dit voorbeeld, op pagina 78 voor India. En verder voor Congo. Het voorbeeld dat ik zal bespreken voor Azië is dus India. India is altijd een kolonie geweest van de Groot-Brittannië. Aangezien de koningin van Groot-Brittannië niet tegelijkertijd ook de koningin van India kon zijn, neemt zij daar de titel aan van keizerin.
Nu, in India waren veel oneenigheden omdat de Britten de Indische waarden niet echt respecteerden. Bijvoorbeeld voor de Indiërs is een koe heilig. En als de Britten dus een koe verplaatsten op de baan, was dat voor hen een vorm van heiligschennis. Nu, veel Indiërs werkten als contractarbeiders op theeplantages in plaats van de Afrikaanse slaven en werden onderbetaald en dit leidde tot onvrede. En je kan hier zien hoe groot het Rijk van Groot-Brittannië over zee was. India is dat hele grote groene deel naast Hongkong. Nu, in India woonde op dat moment Mahatma Gandhi. En die had al tijdens de twee wereldoorlogen een anticoloniale beweging opgericht. Hij wou vooral een onafhankelijkheid bekomen met geweldloos verzet. En wat deden zij dus? Zij hebben zich op bepaalde momenten heeft de Indiërs opgeroepen om een zitstaking, een sit-in te houden. Letterlijk alle mensen die geen geweld gebruikten, niet riepen, niets van wapens bij zich hadden, gewoon vreedzaam op straat gingen zitten en zo aan de Britse kolonisator te kennen gaven dat zij het niet eens waren met de manier waarop zij behandeld werden. Helaas heeft hij het met zijn leven moeten bekomen. Nu, India, ondanks de dood van Mahatma Gandhi, is onafhankelijk geworden in 1947. Maar India zelf is een gebied dat verdeeld werd tussen Hindoes en moslims. En de kolonie India heeft men opgesplitst in een deel India, waar alle Hindoes wonen, en een ander deel Pakistan, waar alle moslims verplicht werden naartoe te verhuizen. Dus vandaag de dag ziet het kaartje eruit zoals je kan zien. In 1947 vooral Pakistan en India onafhankelijk geworden. Er zijn nog twee twistgebieden. Kijk maar tussen de twee landen bovenaan. Kashmir en ook nog Punjab zijn twee gebieden die zowel claimen bij Pakistan als bij India te horen. En daar wordt nu aan de grens nog steeds gevochten. Een tweede decolonisatie die we gaan bespreken is die van Congo. In 1945 waren er in Afrika maar een viertal landen, maar in 1960 worden er 27 landen tegelijkertijd onafhankelijk, waaronder vooral Congo. Nu, waarom bespreek ik Congo? Omdat het een Belgische kolonie is en je kan het gebied ook zien. Het is dat grote gebied midden in Afrika, 80 keer zo groot als België. Nu, we weten dat het sinds 1908 geen persoonlijk bezit van Leopold II meer was, maar een kolonie van de Belgische staat. De Belgische staat dacht dat het nog wel even ging duren voor de zwarten in Congo in opstand zouden komen. Zij hadden zich totaal niet voorbereid op de onafhankelijkheid. Nochtans was er al een groep van zwarte elite die eiste dat er onafhankelijkheid zou komen. Een aantal van hen waren bijvoorbeeld naar België komen studeren en hadden gezien hoe het anders kon. En in 1955 gaat de Belgische regering geleidelijk aan een plan opstellen om in de loop van de komende 30 jaar de onafhankelijkheid in verschillende fases uit te werken. Zeer tegen hun idee breekt er in 1959 een volksopstand uit en dan breekt op 30 juni 1960 de onafhankelijkheid door. Boudewijn is persoonlijk naar Congo geïnviteerd om die onafhankelijkheid mee te maken. Jullie hebben daar twee teksten van in jouw boek. Eentje van Lumumba, diegene die toen de eerste premier van Congo werd, en een tweede van Boudewijn. Je moet ze beslist eens vergelijken over de manier waarop zij denken. Nu, niet iedereen in Congo was ingenomen met die onafhankelijkheid. Bijvoorbeeld de rijke koperprovincie Katanga, onder leiding van Tshombe, wou liever onafhankelijk zijn en zelf beslissen aan wie en hoe zij hun grondstoffen zouden verkopen. Nu, heel wat westerse regeringen en zakenwereld hebben de verschillende groepen binnen Congo gesteund. Mede door de hulp van de CIA zal de eerste minister Lumumba vermoord worden in 1961. Na 4 jaar onenigheid, discussie, fraude, corruptie komt in 1965 Mobutu aan de macht.
Mobutu kan rekenen op de steun van heel wat westerse landen en hij zal eigenlijk regeren tot 1996 als een dictator in Zaïre, want hij vormt de naam Congo om tot Zaïre. Zijn bewind wordt gekenmerkt door heel wat corruptie, fraude. Hij zal uiteindelijk moeten vluchten naar Marokko, waar hij in 1997 aan prostaatkanker zal sterven. Nu, zijn opvolger is Kabila, Kabila senior, die dan blijkbaar een paar jaar later door zijn eigen zoon Kabila junior vermoord zou zijn. Dat was de huidige president van Kabila. Men beloofde heel wat rechten, vrije verkiezingen en in 2017-2018 zijn die er eindelijk gekomen. Momenteel is Tshisekedi de premier van Congo en je ziet hier een aantal beelden. Je ziet Boudewijn op bezoek eigenlijk op 30 juni 1960 om die onafhankelijkheid bij te wonen. Je krijgt nog eens een aangeduid waar het stukje Congo ligt en onderaan een fragment uit een boek van Kuifje waar je kan zien hoe paternalistisch de Belgen de Congolezen behandeld hebben. Op deze slide zie je dus Lumumba, de man die in 1961 ten onrechte vermoord is. Daaronder Mobutu met dat soort luipaardmutsje op, die de dictator was van 1965 tot 1996. Bovenaan krijg je Laurent Désiré Kabila, die dan vermoord is door zijn zoon Joseph Kabila, die dan uiteindelijk de macht overgenomen heeft. Nu, vandaag de dag is het dus Tshisekedi. In 2017-2018 waren er de eerste vrije verkiezingen in Congo, hebben niet zoveel opgeleverd. Je kan je dan afvragen, decolonisatie is dan succes geworden? Nee, heel veel burgers zijn er niet beter op geworden. Het bestuur is nog altijd in handen van dictators met veel corruptie en fraude. Veel Europese landen bleven met wapens de kolonie steunen. China speelt een vuile rol. Zij gaan met heel wat grondstoffen lopen en zij beweren zich niet politiek te moeien. Vele kolonies zijn vaak door verschillende etnische groepen bewoond en het klikt niet onderling. Een heel kleine groep mensen bezit alle rijkdom en uiteindelijk zal er meer economische groei moeten komen, meer stabiliteit om op die manier de welvaart ook in Afrikaanse landen op peil te brengen. En de situatie vandaag, officieel is er geen enkel land nog een kolonie, maar veel kolonies functioneren niet goed. Op politiek vlak zijn ze vrij, maar vaak is het bestuur niet in handen van de goeie. Cultureel zijn ze afhankelijk van het moederland. Heel veel landen in Afrika spreken Frans of Engels of de taal van het land dat hen ooit gekoloniseerd heeft. Economisch zijn ze zwak. Ze hebben buitenlandse hulp nodig en op sociaal vlak hebben ze zeer slechte woon- en werkomstandigheden. En de meeste van die Afrikaanse staten worden dan ook gekenmerkt als mislukte staten of failed nations. Tot zover de les van decolonisatie. Probeer de 4 opdrachten in jouw boek ook te maken en donderdag in de les overloop ik nog het belangrijkste. Veel succes!